Robin, waar ben je? Ja, ik sta wat hier. Wat is de druk hier? Robin! Ik sta hier. Waar ben je? Kom nou. Ja, hallo? Ik kan je vinden. Hallo, ik zie je. Er zijn zoveel mensen hier. Oh, daar ben je, Robin. Hey, wacht, kom, we gaan even naar een veilig plekje. Robin, ik heb een leuk iets voor vandaag. Oké, ja. Heeft dat te maken met de drukte? Ja, het heeft te maken met de mensenmassa die we hier in Skyblock hebben staan. Het leek mij namelijk leuk om wat geld weg te geven. Ik heb op het moment 7,8 miljoen euro op mijn bank staan. En ik dacht, dat zijn allemaal van die arme mensjes daar beneden. Ja, dus laten precies. Wij hun eilanden gaan beoordelen vandaag. En ja. Kijken wie het leukste eiland heeft. En dan gaan we het leukste eiland, die wij dan het leukst vinden natuurlijk, die gaan wij 4 miljoen euro geven. Of 5 miljoen, één van de twee. Jeetje. Dat is niet niks, dat is niet niks, hè. Maar kies jij maar de eerste persoon uit, zou ik zeggen. Ze staan allemaal te wachten. Oh, jee. Oké, ik heb er één. Nou? Oliebol 14. Oliebol 14. Oh, ik zie je staan. Oké, mijn eiland is zo mooi, toch? Robin, waarom kies jij hem nou uit? Wat is er? Het eiland is helemaal niet bijzonder. Dat meen je niet. Mensen komen het ook allemaal bezoeken. Het is letterlijk gewoon een platform. Jij is net zijn Skyblock begonnen en er staat mijn eiland is zo mooi, toch? Oh my days. Hij heeft zelfs zijn bedrock verkeerd. Of bedrock zijn obsidian. Zijn cobblestone generator heeft hij zelfs verpest. Oliebol. Nou, je bent helaas niet de winnaar, maar ik vind het leuk dat je op zijn minst meedoet met het toernooitje. Ja, ik vond het ook leuk. Deze krijgt de poedelprijs, denk ik. De poedelprijs. Ik geef hem wel. Oliebol, je krijgt 1 euro. Oh, 100 euro van me, alsjeblieft. Ja. Goed. We gaan door. Nou, dan kies jij er maar één. Ja, we gaan nu naar die van Matthijs hier. Nee, Max, ook niet. Hoezo niet? Nee. Matthijs. Niet. Nee! Dit is de tweede die ik koos. Matthijs! Jij hebt ook niet. Hij is nog niet eens begonnen. Hij heeft letterlijk nog niks. Gewoon nog nul. Helemaal niks. Oh, er springt zelfs iemand naar beneden. Oké, weet je, dan moeten we iemand met een hogere rank doen en met goede armor. Die heeft sowieso al iets. We gaan naar die ja. It's Nightmare. Je ziet hem? It's Nightmare. It's Nightmare. Oh, nou, Max, dit ziet er al beter uit. Dit is een aardig groot eiland, moet ik zeggen. Ja? Hoe ziet het eruit van buiten? Nou, hij heeft heel veel water. Ja? Wow! Ja. Wow, is dit een... Wat? Holy! Ik heb nog nooit zo'n grote skyblock gezien, gast. Nou, in ieder geval niet zo gedetailleerd. Niet zo gedetailleerd, nee. Oh my days, we hebben ook gewoon gelijk iemand te pakken, hoor, moet ik zeggen. We gaan echt van eilanden die nog niet eens begonnen zijn naar... Jemige. Hij heeft ook een hele ijsbaan beneden. Wat is dit inderdaad? Wat sick, gast. Oh mijn god, dat zit hier beneden inderdaad groter. Gast, dit is denk ik... Ik wist niet dat mensen zo dusdanig bezig waren met een skyblock. Kijk het meer wat hier aan het bouwen is. Gast, ik heb niet eens het gevoel dat ik in een skyblock ben. Nee, als precies. Ik hier rondloop. Oké, wie is dit? Dit is die van It's Nightmare. Jawel, It's Nightmare volgens mij. Nee, de eigenaar is Lloyd. Huh? Maar... Maar hij is hier wel een lid van. Oh, met wie is het allemaal? Wie zijn de dinges van dit? Iconic Crayfish, Nightmare, Stanem, nog een Stanem en It's Nightmare. Gast, deze moeten we onthouden, oké? Deze onthouden we. Wow. Ja, deze gaan we dit onthouden. Dit is tot nu toe de nummer 1, oké? Ja, zeker weten. Ze hebben een heel dorp. Ze hebben een heel natuurgebied. Dit is een heel dorp inderdaad. Gast, ik heb totaal niet het gevoel dat ik in een skyblock aan het rondlopen ben. Heel mooi. Dit is Nightmare's huis. Die woont hier. Hier woont huis van Chesse. Die woont hier. Hier woont, weet ik voor wie, iedereen heeft zijn eigen huis, gast. Ze hebben echt een hele community hier gecreëerd. Dit is volgens mij het stadhuis. Waar ze met z'n allen in onder... met z'n allen kunnen overleggen met elkaar. Ik vind het echt cool. Ik vind het echt heel cool. Tot nu toe, jongens, staat deze op plek 1. Maar we gaan wel even door om te kijken of anderen misschien dit nog kunnen verslaan. Deze community die we hier hebben gevonden. Ik ga er weer een uitkiezen. Ja. En dat is... Appelsausje 1. Appelsausje 1. We gaan weer weg. Het is niks? Nee, het is niks. Nee. Succes met de rest. Dan kies ik er wel eentje. Ja. Ik kies Damien Friends. Hoe ziet die eruit? Oh. Ja. Gewoon deze best wel een functioneel eilandje. Een functioneel skyblock eilandje. Kijk, hij spaart blokken hier. Hij heeft al op zijn minst... Wat is het? Ik kan niet eens lezen. Volgens mij 170 keer... Goud. 1000 ijzerblokken heeft hij hier. Ja, dat zijn 1000 ijzerblokken gespaard, deze gast. Jemig. Ja, dat doe je goed. Dat doet hij echt heel goed. Oh, je kan het zo beter zien. Wow, 1000 ijzerblokken. Dat is niet te geloven. Oké, deze guy is meer een grinder. Die anderen zijn echt gewoon lekker aan het bouwen en een beetje community aan het doen. Deze guy denkt aan zijn farms. Denkt, hier kijk, nog meer farms. Hier nog meer farms. Denkt aan zijn blokken die hij spaart. Hij heeft alles netjes gesorteerd hier, zie ik al. Ja, dat doet hij goed. Dit doet hij goed. Dit doet hij een goed. Prima, maar ik vind hem niet beter dan het vorige. Want hij is wel heel lijp. Deze heeft een solid plek 2 tot nu toe. Ja, dat denk ik ook. Maar ik zie dat hier... Deze guy is nog steeds te volgen, deze Fredskin. Heb je door? Nee.
Zullen we Fred zijn eiland doen? Hier? Ja, doen we wel even. Nou, oh, het begint hierboven klein, ja, maar het wordt steeds groter. Dan ga je naar beneden inderdaad en dan... Wow, oké. Okay. Ja, dit is wel mega dit zelfs. Ja, maar wat zeker. Wat is het allemaal? Wat is dit? Dit zijn bloemenfarmpjes? Is een boommeelfarm of zo? Of gewoon een flowerfarm? Ja, geen idee. En hij heeft hier... Wat is dit hier? Dit is een conduit. Dus hier kan hij onder water ademen. Gast, ik vind dit er zo cool uitzien. Dit zie je bijna nooit. Dit ding gewoon werkend. Nee, dit zie je inderdaad bijna nooit, inderdaad. Heel sick. Hij heeft gewoon dat voor elkaar gekregen om die te krijgen. Dan, wat is dit allemaal? Hier heeft hij... Kijk hoeveel villagers hij heeft. Gast, waar zijn er zoveel? Wacht even. Hier kunnen we naar binnen. Hoe kom ik hier beneden? Ik wil naar beneden. Jongens, wat is het druk hier? Wat heb je veel villagers? Dan kom je hier in een of andere schatkamer ineens met allerlei blokken. Abonneer op Robin, Icook Bacon, abonneer op Walnut en abonneer op Walnut. Hier, oh, de schatkamer. Wow, wat sick. Abonneer inderdaad Icook Bacon, Walnut en twee keer op Walnut. Kijk, inderdaad één keer op Robin en je moet inderdaad ook even op twee keer op Walnut abonneren. Niet twee keer, want dan abonneer je en deabonneer. Doe maar gewoon alleen abonneer. Ja, precies. Ja, prima eiland. Ook functioneel. Ik vind dit eigenlijk wel de plek 2. Overnemen. Tot nu toe wel, ja. Hij is wat groter dan het vorige eiland. En ik vind hem wel sick. Maar het is wederom niet de community basis die we hiervoor zagen. Dat was gewoon echt amazing. Wat is dit dan? Oh, dit is die villager kamer van net. Oké, wie is de volgende? Ik ga ze even vragen. En wie het eerst reageert op mijn vraag. Wie denkt dat hij of zij het mooiste eiland heeft? Het eerste, iemand die daar op het eerst reageert. Dan gaan we daar gewoon naartoe. Ja. Ik. Jappie 1920. Oké. Wow. En? Oh. Wow. Oh! Wow! Dit is weer groot, Robin! Gast, deze heeft een hele tuin gemaakt. Het doet een beetje denken aan jouw eiland. Gast, deze waterval. Kijk, je kan hier onderdoor. Dan kom je in een soort grot terecht. Gast, dit is sick. Dit is cool, deze grot. Ja, is het... Groot. Ja, ik vind het leuk. Ik vind het leuk. Vooral die cobblestone generator hier is op een hele leuke plek gedaan. En ook een dubbele. Dus je kan aan beide kanten kan je hakken, volgens mij. Maar het is wel de bedoeling dat je aan die kant hakt. Wauw. Okay, ik ben jou kwijt. Ik ben de grot ingegaan. Oh, hier. Hallo. Cool. Kijk hoe cool dit is. Oh, wauw. Dit is leuk, ja, dit is en hier binnen is de cobblestone generator, hier. Oh ja. Is een hele leuke plek voor. Ja, dit is heel vet. Ik vind het heel mooi. Ja, leuk, hè? Mensen maken echt mooie dingen, jongens, in Skyblock. Mensen maken echt leuke dingetjes in Skyblock. Ja, kijk, je kunt het natuurlijk ook zeggen inderdaad van... Hey, ik ga voor de grind. Maar ja, het is ook wel leuk als je gewoon echt voor de natuur gaat en echt gewoon voor mooi de... uitziet. Ja, dat het er mooi uitziet, ja. Zij moet dan nog even iets doen met zijn huis, want die vliegt op het moment. Ja. Weet je, het is jongens, jullie kunnen ook gewoon lekker op deze Skyblock spelen. Er spelen nu 150 man online, het is ergens in de middag, dus heel veel mensen zitten natuurlijk nu op school. Maar je kan gewoon lekker dit IP joinen. Speel je nou Bedrock editie of op een andere editie, weet ik veel, dan kan je deze poort erbij gebruiken en dan kan je ook gewoon joinen. Doe gewoon even mee. Hartstikke gezellig! Dit vind ik, ik weet het niet, Robin. Ik vind dat sowieso net nog niet plek 1, maar die vorige waar we waren, die had wel echt een grind-eiland. Die had zoveel shit gegrind. Ja. Deze gast heeft gewoon... Het is heel mooi allemaal, maar hij heeft niet zoveel... Wacht, hieronder zit nog van alles. Zag ik. Wacht even hoor. Hier. Kijk, hier kan je naar beneden met de ladder. Wat is dit? Zit hier zijn grind gedeelte. Hier hebben we een kist. Hier nog een kist. Wat is dit? Oh, dit is oh, my days. Dit is een varkenspan locatie. Hoe noem je dat? Een mopfarm. Oh, hij heeft wel een beetje grindingers. Okay. Hij heeft ik vind dit tot nu toe een plek 2. Ja, mijn gedeeltelijk 2-3. Want ik vond de vorige vond ik echt wel een grind. Deze ziet er mooi uit. Maar die andere die had echt gegrind. Die had alleen maar farms, alleen maar lijp shit. Alleen deze guy heeft het gewoon echt mooi gemaakt. Ja, deze heeft het echt mooi gemaakt. Nou, dan gaan we nu, Robin, naar Bammetje Bal. Oké, waar zijn we? Wat is dit voor plat eiland? Wat is dit? Een soort altaar. Hebben we hier... Emerald, diamond, silver, gold, beginner. Oké, ik weet niet wat het is, maar wat hebben we hier? Het is gewoon een plat eiland. Ja, nee, er is eigenlijk niet meer. Er is eigenlijk niet meer. Hier hebben we een, weet ik veel wat, generator of, een mobfarm. Een hele hoge beacon, die komt hier van onder, denk ik, lijkt me. Ja, en that's it, een beetje. Ja, ja, ja. Nee, ik zou zeggen, we gaan weer door. Ik denk ook dat we doorgaan. Het is een leuk eiland, maar het is niet echt vergeleken met de rest natuurlijk. Verder leuk gedaan, Obammetje Bal. Robin? Ja? Laten we Leon doen. Leon die zegt, Max en Robin, ik ben helemaal hierheen gekomen omdat jullie mijn eiland konden zien. Dus laten we naar Leon gaan. Robin, holy moly. Deze gast Leon heeft een kasteel gebouwd. Ja, hij maar niet alleen een kasteel, want hij heeft toch zoveel meer. Hoezo meer? Oh, wat is dit? Wow, gast, wat is dit allemaal? Ik heb geen idee, maar hier staat een toren met een arsenaal aan armor. Oh mijn god, hij wil een heel... Gast, als hij dit voor elkaar kan krijgen, dat hij hier een armor toren kan bouwen, is echt by far de rijkste gast van de server. Zo, en hier beneden heeft hij nog een heel erg huge-ass prismarine ding met een reuze cactusfarm. Waar ben jij? Gast, wat is dit? Oh my days, wat een mega farm inderdaad. Dit is helemaal beneden hier. Wow, gast, Leon en het kasteel hierboven ook, Robin.
Ja, dat is wat ook sick, mooi. En hij heeft hier een dorpje of een huisje achter. Hij is nog wel echt veel meer van plan dan dit. Ja, zeker weten. Zijn terraforming, oftewel natuur, vind ik niet zo bijzonder. Dat is gewoon een en al plat. Dus hij denkt niet echt aan natuur en terraforming. Hij heeft wel een heel lijp. Zal ik wel even binnenkijken of hij het ook heeft ingericht? Ja, oh, wat wel. Hij heeft het volgens mij niet echt ingericht, zo te zien. Mm. Kijk, hier beneden misschien. Ja, hier heeft hij zijn chest room, maar het is ook niet echt ingericht. Cold set van LW Luke, oké. Okay. Er kan nog heel veel gebeuren hier. Ik wou net zeggen, deze guy is nog, zeg maar, hij is nog niet ver. Hij is nog niet ver genoeg om dat... Ja, ik weet niet. Hij kan, het gaat heel lijp worden, maar het is nog niet zo ver. Ik vind dit wel heel lijp. Die toren vind ik heel uniek. Ja, gewoon ja die zeker weten. Nog nooit eerder gezien. Nee, die rijke toren van hem die hij heeft. Er staat ook een bordje. Wat is het? Spander, eiland, casino, et cetera, cactus farm. Oh, dan kan je met de trap naar beneden. Als je dan beneden aankomt, kan je hier over het glas helemaal hierheen lopen. Ja, en dan moet je hier maar gewoon naar beneden springen, denk ik. Ja, ik denk het. En dan kom je bij zijn prismarine eiland, weet ik veel wat het allemaal is. Heel sick. Echt heel leuk. Maar niet sowieso wel in de. Nee, maar sowieso wel in de top 5. Top 5, 100%. Like Avocado zegt, zou ik mogen. Laten we daarheen gaan. Oké, okay, we zijn bij Like... Hij heeft het nacht. Zijn eiland is in de nacht, Robin. Dat is ook wel... Hebben we nog niet eerder gezien, toch? Of wel? Nee, klopt. Volgens mij niet, nee. Hij is druk bezig met huisjes bouwen en... Ja. Echt een opstarteiland. Ja, het is echt nog een opstarteilandje, inderdaad. Hij is druk bezig met... Zij in dit geval is druk bezig met van alles. Ja. Ze heeft een hond hier. Ze heeft een koe. Wat is het? Iets kapot, lijkt het wel. Het was een mopspanner, denk ik. Het was een mopspanner. Ja, maar het ziet er wel... Dit heeft potentie, Robin. Zeker als ze dit huisje hier afbouwt. Volgens mij lijkt het alsof ze gegriefd is of zo, als ik het zo zie, weet je? Bijna wel, ja. Of ze is bezig met een verbouwing, maar ja. Het ziet er goed uit, dat lijkt wel. Lekker bezig in ieder geval. Lekker bezig. Maar helaas geen plek 1 voor jou. Nee, we gaan eventjes, want die zet heel vaak in het chat dat hij 3 maanden al hieraan heeft gewerkt. We gaan naar PA Make Flounder 4. Oh! Het eerste wat mij opvalt... wat is dit? Prachtige standbeeld. Oh, mijn deze. Is dit niet sociaal? Onze helper. We hebben een helper volgens mij op de server met deze skin. Die heeft namelijk ook zo altijd een endrot in zijn hoofd. Was dat niet Jezus? Ja, hij heeft de skin van Jezus, heeft hij. Alleen... Wat een schapen! Kijk hier binnen, gast! Inderdaad, die schapen. Maar kijk hier binnen. Het hoofd is echt leuk geïntegreerd. Dit. Gewoon een hoofdje zo. En dan kan je binnen kan je lekker kijken. Weet ik wat je allemaal kan doen. Ja, leuk. En een leuke ingang. Dan hebben we hier een beacon. Echt mega groot. Dan hebben we hier heel veel huisjes. Hier. En dit, dames en heren, dit is nou de reden dat de server soms een beetje lekt. Want hier staan zoveel schapen. Ja. Ik denk dat hier al meer dan 1000 schapen staan. Kijk, als ik hier heb ik hoeveel FPS? 90. Gewoon, terwijl ik normaal als ik even wegvlieg. Dan stijgt hij alweer terug naar de, wat is het? Oh, de 130. Ik heb hem gelokt op 130. Leuk eilandje dit. Ik vind het leuk. Alleen, hij krijgt minpunten vanwege de hoeveelheid schapen. Dat geeft minpuntjes aan. Het zijn er net te veel. Maar voor de rest is het een heel leuk eiland. Hartstikke leuk. Ja, zeker weten. Zeker weten. Helemaal top. Gewoon een gamer YouTube doen we. Dit is namelijk de volgende, Robin. Deze heeft ook in de chat lopen schreeuwen dat hij wilde. Hij heeft hier een houten kasteeltje. Dit is echt zo'n zandkasteeltje, dit. Ja, precies. Toren, muur, toren, toren. Waar je die emmertjes dan op zijn kop zet, zeg maar. En dan, ja, precies dat. Even een paar keer op die bovenkant tikt. En dan krijg je dat. Hey, dat is maar dat wat jij wel leuk vindt, is dat hier wel een boom der bomen staat. Waar? Oh, een boom der bomen! Deze gast nummer 1. 100%. Nummer 1. Ligt eraan hoe hoog je is. Oh, my days. Best wel heel erg hoog, My days. Deze guy heeft een eindeloze boom der bomen gebouwd. Gast, deze wint. Nee, dat kan ik niet maken tegenover de rest van gast. We hebben een hele deur toren ernaast. Dat is dan wel weer een nadeel, vind ik. Ja, dat is zeg maar... Je moet de boom der bomen wel schoon houden. Je kan hem niet zeg maar zo onder deur te zoals dit. Gast, hoe hoog is dit? Ja, dit tot is, en met het bovenste level. Je kan niet hoger. Je kan niet hoger dan dit. Nee. Oh, maar deze inderdaad. Ik kan geen blokje meer plaatsen. Dan is de height limit is behaald. 319. Gast... Respecto. Respect het feit dat deze guy de boom der bomen heeft nagebouwd. Kijk als ik naar beneden val hoe lang het duurt. Respecto. Kijk dit hoe lang dit duurt voordat je beneden komt. Ja, ik ga nogal. Een bordje neerzetten. Auw. Oh. Ik ben Ik ging ook echt recht voor mijn neus dood. Ik open het. Ik plaats een bordje. Het is ook gewoon... Pff, in één keer was je dood ook. Oké, wacht. Respect. Iedereen ook met die F's in de chat. Yep. Respect voor het feit dat hij hier een ding is heeft geplaatst. Een boom der bomen. Robin, de volgende is onze helper Quantius. Ik denk dat het wel leuk is als we ook naar zijn eiland gaan. Ja, die is pas sinds kort helper ook. Dus hij heeft waarschijnlijk nog best wel veel gedaan al. Laten we eens gaan kijken. Dit is het. We zijn er, hè?
Ja. Dit komt bekend voor, maar we zijn hier nog niet geweest. Dit huisje hier komt bekend voor, deze. Lijkt op het huis van het eiland waar dat nu op nummer 1 staat, weet je? Dat aan het water. Ja, precies. Dat lijkt wel een beetje. Alsof het van het internet is misschien, nee. Wederom belachelijk veel schapen. Echt belachelijk veel. Dat is als weer minpunten voor de hoeveelheid schapen die hier zijn. Ja, maar ik denk dat hieronder ook nog wel iets te doen is. Dat dacht ik al. Is hieronder iets te doen? Oh, jemig. Hij heeft hieronder een mega kasteel die aan het bouwen is. Huh, met dubbele muren ook echt. Gast, er zit emerald in die muur. Is je dat opgevallen? Oh my deze. Gast, de hele vloer is emerald. Weet je hoeveel emerald blokken dat zijn? Oh, en onder gaat het nog verder door. Als we nog verder naar beneden gaan, nee. Jazeker. Gast, wat is dit? Het blijft maar doorgaan. Ik dacht ook boven kwam, oh, dat valt wel mee. Ik had meer verwacht, weet je, van deze gast. Omdat hij al wat lang op de server zit. Maar gast, wat is dit hier beneden überhaupt? Wow, wat cool. Wat een leuke vibe hier. Of zo. Wat is dit voor gekke toren? Het is een soort mopspanner of zo, of ja, niet? Een beetje gekker. Ja, maar... ik vind het wel leuk. Wat even wat, gast, er is nog meer beneden. Dat ben je niet. Daaronder is nog meer. Jemig. Daaronder is gewoon nog meer. Deze gast denkt, ik ga gewoon nog meer mopspanner. Dit zijn varkenspanner. 32 varkenspanners zijn dat. Oh, hier. Quantius... zijn kist als hij bij de pikspannen staat. Oh, dit zijn... Oh, wat is met heel veel mensen is dit? Weet je hoeveel mensen op dit eiland leven, Robin? Blijkbaar. Nou? Het is echt... Nou, echt hier... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8 verschillende kisten voor 8 verschillende mensen staan hier. Oh, ik zeg niet dat hier onder nog meer is. Nee, dit is het. Dit is het. Oké, gelukkig. Gast, laag op laag op laag. Ik denk dat dit wel... Oh, waar ben ik ineens? Huh? Waarom ben ik hier binnen? Nee. Ja, ik denk dat dit wel het grootste eiland is tot nu toe. Ja, dat denk ik wel, ja. Qua wat er allemaal is gebouwd. Wat er allemaal is gebouwd, inderdaad, is dit absoluut, denk ik, het grootste eiland tot nu toe. Qua hoeveel werk hierin zit. Holy gast. Dan denk je dat dit het bovenste niveau is? Ja, dit is waar we spannen hierboven. Oh, ja. Dit is waar we spannen. Zouden ze niet ook omhoog zijn gaan werken? Als ik nog hoger vlieg, dat we weer wat tegenkomen? Ik denk het niet, hè? Nee. Dit is 100% het hoogste niveau, dit. Leuk eiland. Heel leuk eiland, dit. Dit is wel even... het is niet mooi of zo, moet ik zeggen. Maar het is gewoon echt zo'n typisch Skyblock-eilandje die echt uit de hand is gelopen, weet je? Ja, precies. Dus het is gewoon te veel gebouwd. Het is echt leuk. Het is echt gaaf. Ja, Max, we gaan naar Marikukkel. Marikukkel, is dat de volgende? Marikukkel. We kunnen weer door. Wat dan? Nou ja... Ja. Ah, oh, mensen vallen ook allemaal van de wereld af als ze spannen. Wacht, kijk, haal ik dit blokje weg. Kijk. Oh, dat kan niet, jammer. Mensen vallen allemaal gelijk van de... Laten we gewoon meteen doorgaan. Naar beneden. Nou, Marikukkel, top eiland. Like a party, daar gaan we heen. Oh, oké, deze guy probeert een soort van... alsof hij een dalletje is te creëren. Oh ja, een soort van vallei. Oh, hij heeft alleen niet zoveel ruimte. Hij moet zijn eiland nog even upgraden. Kijk maar hoe klein zijn boorder is, zie je? Ja, ik zie het. Hij heeft helemaal nog niet heel veel ruimte. Hij heeft hier ook glas in de vloer zitten, daar kan hij doorheen kijken. Hier naar beneden is een houten platformpje met huisjes. Hier wonen brievenbus van Sam en brievenbus van Like of a Party. Geldhuis Like a Party is dit. En de brievenbus van Max. Echt? En woon ik hier ook? Ja. Ik woon hier ook! Dit is mijn huis. Hier woon ik, Robin. Hey. Wat gezellig, ik heb alleen niet zoveel. Nee, in het ik huis. Zie het. Ja, maar toch. Oh, jij bent mijn huisdier in mijn tuin of zo. Hé, hey, hij is gewoon aan het slopen. Waar ga je heen? Niks. Nou, Robin, wat vinden we hiervan? Ja, wel oké. Ja, toch? Maar niet top 5 waardig, denk ik. Verder wel heel leuk, maar wat is dit? Een casino? Ja, ik snap het niet, want er staat hier 1 keer fout vis hengelen, 2 keer fout mensen toelaten, 2 keer fout niet over de farm springen, 3 keer fout een schelden tegen de medebewoner. Ik snap er niks van. 2 keer fout en 3 keer... Wat? Hallo, kan ik uw bestelling opnemen? Oké, laten we maar weggaan weer. Ik vind het leuk, alleen... Ja, er moet nog veel gebeuren aan dit eiland. Ze zijn nog lang niet klaar, dat zie je al. Ze zijn echt nog lang niet klaar. Jelle Snot zegt, Max en Robin, kijk marktplaats en koop ook even. Wacht. Wat is er dan? De walnut zijn voor 1 miljoen. Dat gaan we niet doen. Wie's eiland is dit? Vallen Jelle Snot. Oh, Jelle Snot. Jelle Snot, wat heb jij een bende hier gecreëerd? Ja, ruim je eiland eens op, man. Het is wel echt een bende, inderdaad. Ruim je eiland op. Het is echt een bende. Hij valt weer wederom. Hier, met die dit uit het hoofd stekend dingetje. Oh ja. Jelle Snot. Lijkt alsof je over je eiland hebt heen geniest. Gewoon ligt overal staan blokjes. Gewoon toortjes, blokjes... Vensters, wat is dit? Packed ijs, blauw ijs en ijs. Ja, dat klopt, Jelle. Dat is inderdaad dit. Dat heb je goed gezien. Nee, ik vind het een leuk eiland. Je krijgt een troostprijsje van me. /P, Jelle Snot, €100. Alsjeblieft. Doe me PE, ik ben de koek. Gaan we heen. Oké. Het is knus, moet ik zeggen. Knus? Ja.
Oh. Kijk hoe klein het is. Hij heeft lekker hier een huisje. Er staat abonneer op Walnut en niet op Makkes. Ik heb nog maar een ding te zeggen. Yo! Wat de hel. Oké. Ik vind het knus, Robin. Ja, ik moet zeker zeggen, het is gewoon een gezellig knus eilandje. Hij doet zijn ding. Er staat hier een gezichtje wat op Fred lijkt als je het op een bepaalde manier kijkt. ik vind het gezellig. Zullen we hem wat geven? Gewoon om het, voor het idee. Hij gaat namelijk niet winnen, dat kan ik nu al zeggen. En hij geeft zelfs ons wat. Bedankt. Nee, we kunnen het heel pakken. Oh. Ik vind het leuk. Wat geven we hem? Ik heb een idee. Ik ga hem een bloemetje geven. En die rename ik. Hier, daar krijgt bloemetje van Max. Moet jij hem ook wat leuks geven? Dan, ja, oké. Okay. Robin? Ik heb hem modder van Robin, kan ik hem geven. Nou, drop maar. Kijk eens aan, alsjeblieft. Modder van Robin. Nou, je hebt een bloemetje van mij. Je hebt modder gekregen van Robin. Dat is ook een mooie poedelprijs, toch? Ja, toch? Oké, zullen we nog 3 eilanden doen? Ja. En dan gaan we winnaar. Dan gaan we winnaar kiezen. Ja, dat is goed. P.E. Thijsie Boy. Oh, oké. Okay. Dit ziet er leuk uit, Robin. We spannen binnen. Het is de eerste keer dat we binnen spannen. Gewoon gelijk in huis. Ik weet niet wat dit is, maar ik vind deze muur cool. Dit is zeg maar zijn blokverzameling, dit. Ja, 2000 ijzerblokken. Dat doet hij 2000. Goed. Oh my days, wat is hier? Chestroom. Hier is de chestroom. Die ziet er goed uit, moet ik zeggen. Gewoon een lange kamer met kisten. Dan hier binnen, ik weet niet wat dit allemaal is. Gewoon decorering, een bed hier, een enchantment plekje. Wat is hier dit hier? Kun je naar boven? Stad Content Veen. Oh, het hij sneeuwt is hier aan het bouwen. Het sneeuwt! Wat uniek! En zijn stad ziet er, ik vind het een kleine bungalowparkje. Is het net? Is dat een markt? Het is net, net een soort van kerstmarkt, inderdaad. Zijn huis hier, hij heeft hier heel veel varkenspannen. Hij heeft heel veel beacons. En van buiten ziet het huis er nou niet echt uit, moet ik zeggen. Maar van binnen vind ik het heel gezellig. Ja. Zeker weten. Het zag er van binnen zag er echt gezellig uit. Ik denk dat dat ook een beetje zijn doel is. Dat je gewoon hier binnen gezellig gewoon kan zijn. Dat je hier binnen is, dit is gewoon zijn place to be. Hier. Ja. Dat denk je hebt ook een ladder naar boven. Wat is hierboven? Hier is... Oh, een tweede verdieping heeft hij nog. Helemaal leeg. Maar er is een tweede verdieping. En dan hierbuiten is een soort varkenspanden. Wat staat hier? Je bent nu in het AFK-hok. Zorg ervoor dat je blijft lopen, zodat je niet gekikt wordt. Oh! Ja. Je hebt valspelers. Jij valspeler. Niet voor niks. Nee, AFK kick op de server. Ja, helaas werkt dat niet, dus ja. Nou, wat vinden we, Robin? Ik vind het leuk, maar het is niet nou de winnaar, denk ik. Nee, dat denk ik. Maar wel heel leuk, want het is wel een van de meest unieke tot nu toe. Het feit dat het merendeels binnen is, sneeuw. En. Oh jee, wat hoor ik veel varkens. Oh mijn god, we gaan er veel varkens dood. Wat, dit is echt sad. Dit is echt sneu om te zien. Laten we naar Erwin de Gamer gaan. Ja, heel veel varkens, Robin. Laten we hier weggaan. Erwin de Gamer. Oké. Zijn we hier niet eens eerder geweest? Was hier niet een casino? Ja, hier zijn we volgens mij al een keer geweest. Kijk, hier is deze gekleurde kamer. Hier zijn we wel eens eerder geweest. Ooit in een oude aflevering zijn we hier wel eens geweest. 100%. Hier echt. Ik dacht dat hier een casino zat, maar dat is dan niet zo, of wel? Ik weet het niet. Kijk, maar hier heb je die Netherite kamer. Dit hebben we eerder gezien. Ja, dit hebben we sowieso eerder gezien. Dit hebben we 100% eerder gezien, maar waar het casino is, weet ik niet meer. Is de banner shot? Ja, misschien is die... Volgens mij staat hier binnen het casino. Was dat hier? Ook, ja. Wat is dit? Diamond Gerard. Gerard de Vogel. Ik vind dat leuk. Is dit... Oh, hier is het casino. Hebben we hier toen ook niet de bloemetjes gedaan met z'n tweeën? Ja, dat zou best wel eens goed kunnen, hoor. Ja, volgens mij zijn we hier wel eens eerder geweest, Erwin, bij jouw eiland. Dus je hebt geluk. Je bent gewoon de enige waar we 2 keer zijn geweest nu. Nou, nog eentje dan? Nog eentje. Nog eentje doen we, jongens. Wie gaat? Kijk op die mensen. Nu gaat de chat natuurlijk helemaal vol. Oh, jee. Oh, het gaat de hele chat staat vol. Wie doen we, Robin? Jij mag kiezen. Dan ben jij de bad guy. Ja, ik kies Frietje. Frietje? Frietje. Hoe ziet het eiland van Frietje eruit? Oh. Nou, hij heeft best wel een groot eiland alsnog. Ja, hier heeft hij een leuke gang, zo te zien, waar er van alles gebeurt. Creepers die doodgaan, koeien die doodgaan. Dan heeft hij hier een doorgang. Oh! Wow, dit vind ik leuk. Gast, wat een... Een leuke stijl, dit. Dat die platte daken. To be honest, vind ik dat serieus wel heel leuk. Ik ben hier bij de slaapkamer met allemaal verschillende kleuren bedden. En hier woont Frietje dan. Flixie, PJ Fortnite, Lego Army en PJ Funny Stitch. Dit is een waar ze met z'n allen een klok op hangen ook echt. Ja. Wie is dit dan? Wie slaapt op dit bed? Ja, de logeer. Nou, degene die op dat moment logeert. Ik vind het leuk, Robin. Wat is dit? Beacon Room. Ze hebben hier een Beacon Room. Dan kan je naar de rode beacon kijken. Oké. Okay. Ja. Oh, nog een keer natuurlijk. Beacon Room. Ik vind het leuk. Wat is dit dan? Home. Oh, dit is gewoon een gezellige woonkamer. Tuurlijk is er een geheime ruimte, Robin. Natuurlijk is er een geheime ruimte. Gast, zombies die doodgaan. Skeletons die doodgaan. En een eindeloze void. Je kan zoveel plekken kan je heen lopen op dit eiland. Ja, hier is ook nog een markt. Oh, jeetje. Het gaat hier nog helemaal door. Oh. Mooi, lijp, epic, legendarisch. Gast. Ze hebben hier een soort schilder die je kan kopen of zo. Oh, dat is nice. Je kan voor 16.000 euro een legendarisch schild kopen hier. Ziet er oprecht ook wel cool uit, moet ik zeggen. Ja. Kijk deze hier. Ze zien er serieus echt heel cool uit. Oké,
Dus, oh, hier is allemaal glas naar beneden. Oh, er is meer... Nou, ja, het stelt niet zo voor hier beneden. Laat maar. Leuk eiland, Robin, dit. Allemaal villagers hier buiten en zo. Er gebeurt van alles. Ik denk dat ik hier echt zou kunnen verdwalen. Ja, in dat dit denk eiland. Ik ook. Dat denk ik 100% ook. Dat we hier kunnen verdwalen. Maar het is wel heel leuk. Je kan hier ook nog naar beneden via een trap. Ik weet niet waar ik dan terecht kom. Ah, we komen hier in deze ruimte terecht. Oké, okay, Robin. Ik denk eerlijk gezegd dat Island Visit Lloyd, dat de winnaar is, toch? Of niet? Was dat Lloyd? Nee, ja, toch? Dat was Lloyd. Zijn eiland. Samen met de andere bewoners. Ik denk dat dit... Ja, ik denk gewoon dat dit het leukste eiland is. Omdat er gewoon mooie huizen staan. Alleen, het is niet zo veel verder. Ja, hieronder is ook nog veel trouwens. Ja. Hij heeft ook nog zijn rommelige... De hele ijsbaan hier had ik inderdaad nog niet gezien. Ja, ik denk dat dit wel een winnaartje is, of niet? Ja, ik denk het ook wel. Gewoon puur vanwege dat water en zo. Hoeveel werk dat kost. Dit kost inderdaad echt eindeloos veel werk. Dit netjes krijgen, zoals dit. Ik kon dat Veemke zelf ook gedaan. Dat is echt veel werk. Hier mooie bergen maken ze. Ze maken hier een town hall en zo. Ik denk dat dit de winnaar is. Ja, dat ik denk het ook. Dat deze gaat winnen. Alleen ja, dan moeten ze geld zelf maar delen over iedereen. Dan geven we het aan één iemand. En dan mogen zij het geld delen. Ze weten het eigenlijk al, want we zijn hier. Lloyd is een eiland gang. De winnaar. Yeah, Robin. Hoppa. Ik vind het leuk. Als iedereen even hier komt. Lloyd heeft ook een diamond ring. Dus dat is hij? Hoeveel heeft hij? Zijn balans is... 600.000. Nou, dan gaat hij een stuk rijker worden dan. Je krijgt 4 miljoen. Nou, trouwens, je moet het wel delen. Hij is gemute, Lloyd. Dan heeft hij wat slechts gezegd. Nou, Robin, laten we het geld geven aan Lloyd. En dan mag hij het delen met zijn eilandbewoners. Ja, goed zijn plan. Zijn vrienden van school, prima. Hier, dat doen we /P. Lloyd. 4.000.000. Krijgt hij 4 miljoen. Dan ben ik in plaats van... Ik heb 8 miljoen euro had ik ongeveer. Nu hebben we nog 3,8 miljoen euro over. Lloyd, veel plezier. Deel het met je eilandgenoten. Je mag het niet alleen voor jezelf houden. Ik hoop dat je eerlijk bent. En ik ben trots op je. Hij heeft gewoon gewonnen. Oké, jongens. Dankjewel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Willen jullie nou ook meedoen en kans maken dat jij een keer een leuk toernooitje zoals dit vindt? Join dan zeker even dit IP op Minecraft. Dit is de poort als je op Bedrock editie zit. Gewoon even join, het is hartstikke gezellig. Dankjewel voor het kijken. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. Kijk nu lekker deze video. Dit is namelijk het vorige Skyblock deel waarin Robin en ik een eiland van een kijker hadden overgekocht. En hem helemaal voor hem hadden geüpgraded. Hartstikke leuke video. En dan nu spreek ik later. Glaasje water. Tot de volgende keer.